Daar komt Karim Benzema. Ola. Panenka. Panenka. Ja, hij maakt dit seizoen nog spectaculairder dan het al was. Gert, we staan hier aan het Hyatt Regency Hotel in Manchester. We zijn hier niet alleen. Nee, dat is een beetje nervositeit. Er is een bus hier achter de hoek staan. Een bus waar zodra de spelers naar Real gaan opstappen. Ja. Dus ja, nervositeit. Er zijn wel veel fans, groupies. Want die zitten in hetzelfde hotel als wij. Daarnet stond een van onze collega's van RTL, Fred Herpoel, in de lift met Thibaut Courtois en Federico Valverde. Dat kan niet blijkbaar allemaal. Wij zijn niet echt zo'n groupies. Wij gaan dan naar het stadion vertrekken met een taxi, want voor ons is het toch vooral de match aan. Absoluut. Kijk, onze vrienden zijn aan het stand-up. Vlaamse collega's stand-up voor de wedstrijd. Het grootste talent hier van de presentator, Vincenzo Chua in kwestie, is de lach naar de camera toe. Oké, hij stelt goede vragen, dat is waar. Het is vooral de lach naar de mensen, naar de huiskamer. Kijk, deze lach. Met meteen een uitstekende bal voor De Bruyne. Oh, wat een goal! Kevin De Bruyne. Jesus, 2-0. Gabriel Jesus, hij scoort niet alleen in de Premier League. En na 10 minuten 2-0. En daar is de goal van Karim Benzema. Zijn 13e van deze campagne. Het is ongelooflijk. Mooi werk van Fernandinho. Met de overlap. De captain brengt hem voor de goal. En daar is hij nu wel, hoor. Daar is hij nu wel. De 3-1 voor Manchester City. Hier gaat Vinicius. En dan is het uitkijken, want die is razendsnel. Gaat hij het zelf doen? Vinicius Junior nog altijd. Jawel, jawel, wat een actie van de Braziliaan. Hier gaat Kroos opnieuw in de fout. Aan de rand van 16 en dan heerlijk binnengetrapt. Kijk eens aan. Bernardo Silva met de 4e City goal. En die had Courtois ook niet zien komen. Niemand. Daar komt Karim Benzema. Ola. Panenka. Panenka. Ja, hij maakt dit seizoen nog spectaculairder dan het al was. Gert Verheyen. Zeker, Mikola. Halve finale, Real Madrid. 4-3 verloren op bezoek bij Man City. Ja, wat hebben we allemaal gezien vandaag? Ah, ik dacht dat je ging vragen wat we geleerd hebben. Ik denk, dat ook. Bij de trainers heel veel. Maar we hebben vooral genoten. Ik denk dat het fantastisch is om zo'n halve finale met 7 goals te zien. Dus dat is top gewoon. En wat een goals ook. Fantastische goals, mooie goals. Maar het is eigenlijk een beetje, ik vind het een beetje, het voelt aan een beetje als een pak slaag. Met maar 1 goal verschil. Dat is natuurlijk raar, want de pak slaag is per definitie veel goals verschil. Maar dat is het niet geworden, ondanks dat het verschil tussen de 2 ploegen was gewoon heel groot. En City was gewoon veel en veel beter. Maar ja, ze moeten het stellen met 1 goaltje mee. Heb jij nu voor de 3e keer eigenlijk min of meer hetzelfde gezien? Real Madrid dat amper meevoetbalt, maar dat eigenlijk toch in die wedstrijd blijft. PSG, Chelsea, was dat een gelijkaardig verloop? Ja, eigenlijk wel. Hè. Ja, dat is niet de betere ploeg zijn. Maar toch. En twee gevallen al overwinnen en vandaag in leven blijven. Dat is het eerste wat ze altijd doen, overleven. En uiteindelijk naar zich toe trekt, dat ze dat nu nog een keer gaan doen. Ja, dat kan wel eigenlijk. Het is wel in Bernabeu. De match van de Belgen misschien eens bespreken, Gert. Kevin De Bruyne, na 93 seconden gescoord. Ook nog betrokken bij een ander doelpunt van City. Maar tegenaanvallen ook, basis in één tijd van hem. Nee, was top. Was top, kon niks van zeggen. Nee. En Thibaut Courtois? Ja, weinig kunnen pakken eigenlijk. Dat is wel zo. 4 binnen, dat is natuurlijk veel voor zijn doel. En maar 1 of 2 keer echt een bal moeten pakken of een redding kunnen of moeten doen. En dan de rest was gewoon buiten bereik. Die goal van Silva, ik denk ook verrast ook, die de afstand schot of de hard schot. Want daar had hij helemaal geen reactie op. Dat was wel in een korte hoek in zijn hoek. Maar voor de rest, ja, schuld kan je hem niet geven natuurlijk. Benzema, Gert. Ja, Zijn er nog woorden om hem te beschrijven? Nee, daar kunnen we niks meer van zeggen. Dat is fenomenaal gewoon. En dan zo'n Panenka, de perfecte Panenka dan ook nog. Net onder de lat op dat moment.
Maar dat moment, dat doen we. Dus. Nee, dat is geniaal. Maar ook zijn eerste goal. Hè. Hoe dat hij voor zijn man komt en hem devieert net naast de paal. Ja, dat is grote klasse. Maar alles wat hij doet, gewoon heel de ploeg hangt aan hem op. Hij is de kapstok van Real. Met welk gevoel, Gert, gaat Man City, gaat Guardiola, gaan De Bruyne en Co nu naar huis? Ja, ik denk toch wel een beetje ontvormd, maar natuurlijk in eerste instantie moet altijd blij zijn dat je een wedstrijd wint. Dat je de winnaar zijn van de wedstrijd. Ja, wel, maar ja, ze hebben zichzelf niet beloond voor de prestatie dat ze geleverd hebben. En tot slot, Gert, je hebt ik denk al 100 en zoveel Champions League matchen becommentarieerd. Waar zet je deze met 7 goals in een halve finale? Ah ja, ja, bij de top. Ook omdat het in een halve finale is natuurlijk. Hè, want ja, als je zo voor hebt nog in de groepsfase, oké dan. Dat is best iets, hè, maar in een halve finale, hè, dat is toch. En dat is de liefste van de coaches die hun ploegen op die manier laten spelen. En dan ook het. De kwaliteit van de aanvallers natuurlijk om dat soort goals te maken. En wie gaat naar de finale om af te ronden? Ik al zeker, welke ploegen dat weet ik niet, maar de commentator ligt al vast. Ja, de co-commentator. Ja. Oké, okay. Goed, we gaan naar Liverpool, hè? Welkom to Liverpool, Tariq Flush. We gaan de sink the yellow submarine. Welkom op Anfield. De supporters van Liverpool die geloven erin dat Liverpool vanavond de gele onderzeeër gaat laten zinken. Ik heb het ook gehoord. Sluit mij aan bij de supporters. Ik denk dat de wedstrijd op zich makkelijk gaat zijn, maar het resultaat gaat een zinkende duik. Ja. En die duikboot die staat trouwens op het matchprogramma van Liverpool. Voor elke match in de Premier League en in de Champions League maken ze zo'n boekje. Thiago op de paal, op de kruising zelfs. Henderson overgenomen, krijgt de brug van Mo Salah. Afgewerkt de bal en binnen. De voorzet komt in goal. En Liverpool heeft de bal van de gebroken. Jordan Henderson juicht. Salah krijgt ruimte aan de rand van de 16. Moet je niet doen, daar is de kans voor Mané. Het is 2-0. Sadio Mané. Einde van de wedstrijd, zegt Marciniak. Liverpool. Maar het korte metten met Villarreal. Het was geen 3-0 zoals Gert pronosticeerde, maar het scheelde niet veel. Het had zeker gekund. Ja, dat is jammer. Het klasseverschil vandaag was wel heel groot. Het was groot. Dat is niet dat we dat niet verwacht hadden natuurlijk. Hè. Dus iets wat je ziet aankomen natuurlijk. Omdat Villarreal ook al de manier waarop dat ze Bayern uitschakelen. Dat is ook al de manier waarop ze vandaag komen voetballen. Alleen lukt dat maar om de zoveel keer. 1 keer. En Liverpool staat dan ook nog eens helemaal niks toe. Maakt geen foutjes. Ja. Veel te sterk. Ja. Zijn ze nog in leven, Villarreal, met een 2-0 achterstand? Het had meer kunnen zijn. Puur op het resultaat bekeken ben je nog in leven met 2-0. Maar als je ziet wat het verschil is tussen de twee ploegen, dan zijn ze eigenlijk. Ja. Er wordt vaak gesproken over Sadio Mané, over Mohamed Salah. Recent zelfs over Luis Diaz, over Thiago. Maar hoe belangrijk is Fabinho geworden, hè, voor dit team? Maar het is altijd een team effort. Hè. Daar zit geen enkele zwakke schakel in. Want we kunnen het ook over die backs hebben, die opkomende backs zijn, die af te stoppen zijn. We kunnen het over iedereen hebben, maar dat is de enige reden waarom dat dit de beste ploeg is op dit moment. Dus uiteindelijk komt dat erop aan, want we hebben een zwakke plek. Kom op, Gert. 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 Ja, kom op, Gert. Kom op, Gert. Kom op, Gert. Kom op, Gert. Kom op, komen jullie? Ja, maar leren. 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 Leg het nu eens uit. Het leren. Ja, maar wat is de vraag voor? Kom naar België. Kom maar dichter. Waar komen jullie mannen? België. Leuven. Waar zitten jullie in het stadion? De kop, helemaal van boven. Hoe graag is dat omdat je al zo lang komt dat je die aantal mensen in de kop hebt? Ja. Kan ze Champions League winnen? Ja,
Moet wel. Daar gaan we niet over zeggen. Ja, we gaan naar Parijs. We gaan naar Parijs. Alles geboekt. Ik denk het wel. We gaan gewoon naar Parijs. Alles is al geboekt. Als de Bruyne geblesseerd is. Hotels zijn geboekt. Dan wel. Zeg je dan hier ook of dan? Wij komen ook altijd. Ik heb het al een paar keer gezien. Het was een goede sfeer vandaag. Het is ook wel eens maar kalmer geweest. Ja, vandaag was het volle gas. Dat die twee goals is. Vandaag was het volle gas. Je wordt overal herkend, want anders had ik het niet geweten. Of nee, nee, dat is wel bekend als bij die man op de vlieger. Ah, oké. Zij met jou en selfies genomen, zo was het weer. Goed, Gert, ik moest je nog twee vragen stellen. Ja. Geloof je in de finale All English Final? Ja, zeker. City tegen Liverpool, dat gaat het worden? Ja, nee, van Liverpool kan het ik dat met 100% zekerheid zeggen. Wat in mijn ABO gebeurt, dat zijn al genoeg rare dingen gebeurd om daar niet zo zeker van te zijn. Maar wat je mij nog zei, onderweg naar beneden vanuit de commentaarpositie, hoeveel verkeerde passes heeft Liverpool vanavond gegeven? Ja, dat is juist. Ze kunnen als de paas hebben die niet aankomt bij de maat. Maar dat moet altijd zeggen dat het een slechte paas is, een verkeerde paas. Maak je gewoon geen enkele fout, een slechte controle, een slechte paas. Dat zie je gewoon. Dat is zo perfect in alles wat ze doen. Fenomenaal. Alright, goed. Gert, volgende week ga je naar Spanje voor het vervolg. Toch wel gedaan, namens van gisteren City tegen Real en vandaag Liverpool tegen Villarreal. Ciao!